Deze dieetwetenschap benadrukt de noodzaak van een evenwichtige consumptie van plantaardige en dierlijke voedingsmiddelen. Het gaat niet alleen om de voedingswaarde, het gaat erom hoe onze eetgewoonten de gezondheid van onze planeet beïnvloeden. De urgentie van een verandering in dieet is onbetwistbaar gezien de groeiende wereldbevolking en toenemende milieuschade. De nieuwe voedingsrichtlijnen van de EAT Lancet Commissie zijn gebaseerd op het idee dat duurzame en gezonde voeding elkaar niet uitsluiten, maar elkaar juist wederzijds kunnen versterken. Voedsel als middel om de mondiale gezondheid te verbeteren en de ecologische voetafdruk te verkleinen kan een win-win situatie creëren. De wetenschappelijke basis van het Planetary Health Diet. De EAT Lancet Commissie bestaat uit 37 experts uit 16 verschillende landen. En heeft in 2019 hun uitgebreide onderzoeksresultaten gepubliceerd. De studie toont aan dat het mogelijk is om tegen 2050 een voedingspatroon te bereiken dat zowel bevorderlijk is voor de gezondheid als milieuvriendelijk. De commissie beveelt een drastische vermindering van de consumptie van rood vlees en suiker aan, terwijl tegelijkertijd de consumptie van groenten, fruit, volle granen, peulvruchten en noten moet worden verhoogd. De samenstelling van het planetaire dieet is gebaseerd op specifieke dagelijkse consumptiehoeveelheden. Zo wordt bijvoorbeeld aanbevolen dat volwassenen maximaal 14 gram rood vlees per dag consumeren, terwijl de consumptie van groente en fruit ongeveer 500 gram per dag zou moeten zijn. Bovendien wordt de consumptie van vis, gevogelte en zuivelproducten in matige hoeveelheden aanbevolen. Milieueffecten en potentiële voordelen. De huidige eetgewoonten van de wereldbevolking leggen een enorme druk op natuurlijke hulpbronnen. Voedselproductie is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, terwijl ook het overmatige gebruik van water, land en biodiversiteit wordt aangetast. De Eetland Lancet Commissie heeft aangetoond dat een dergelijke omschakeling mogelijk is. En de uitdaging ligt nu in het omzetten van deze inzichten in concrete maatregelen. De weg naar een gezondere en duurzamere toekomst ligt in onze handen. Het is aan ons om de nodige stappen te nemen. Auteur Anita Vaken, dinsdag 11 juni 2024.